It's all I wanna do. Welkom bij een nieuwe video hier op mijn kanaal Chester. Vandaag spelen we een potje TDM op de map Hunt. Gespeeld met een Man O' War met Reflex Sight en de Stock Attachment natuurlijk. En de Transgression Camo erop. We gaan kijken wat je de score neer kunnen zetten natuurlijk. Als je de video van 3 uur nog niet hebt gezien, moet je die echt even kijken. Want dat is het allereerste potje dat ik in 2016 speel. En er gebeurt echt iets fucking raars. Maar ja, dat zie je dan vanzelf als je die video kijkt natuurlijk. Of als je hem al hebt gezien natuurlijk. Dan is dat logisch. Oh my god, mijn teammate die wordt even gebackreed. Toen ging ik ook dood. Maar goed. We gaan natuurlijk gewoon kijken of we dit potje gewoon mooi kunnen beginnen. Ik moet mijn teammate me niet blokken. En mijn teammate dan niet gewoon omdraaien als iemand geschoten wordt. Fuck off, hé. Kom op. Koekoek, niet campen daar zo. ...2016, goos. En dan ga je gelijk op campen. Jezus. Fucking hell, man. Dan ben je toch niet goed in je fucking paasai. Ja. Fuck off, man. Ik word gereed door dit. Echt. De kut kinderen die fucking aan het campen zijn. Zit er daar ook weer één binnen? Laat maar op. Lekker teammate. Gewoon pakken die kutkinderen. Helemaal fucking gek van. Lekker. Huppatee. Gewoon snipen die hap. Ze gaan sowieso achter ons komen. Zo hé. Fucking geluk heb ik hier. Oh yo. Dadelijk echt geluk. Teammate, gaan achter je komen. Teammate. En dan komen ze wel achter mij aan. ...2016 wordt een goed jaar voor de Call of Duty kinderen. Niet dus. Ik ga maar jouw VNP is. Silenced VNP ook echt, hè. Hoe retarded ben je? Even die mond wegschieten. Dan zie ik daar geen enemy doorheen ben komen. Zo, oprotte jij. Springt even via het water naar binnen. Hier zie ik nooit iemand aankomen, heb die trap. Echt fucking hell. Oh, ik ben chagrijnig nu door deze kutlobby. Kinetic armor. Wat heeft die ene flikker een geluk, zeg. Oh, anders had ik gewoon een triple had gehad. Ik wist dat die hierin komen. Weet dat hij in mijn rug zit. Er zit er één retard erbij die gaat campen. Er zitten er 3 en 1. Oh, dit is sowieso afgesproken. Fucking hell, ouwe. Echt, dit is niet normaal. Ik kan niet weer aankomen in de titel van ergste campers ooit. Maar dit is toch echt te erg gewoon. Och. Ik kan hier zo boos om worden, echt. Het is gewoon te zielig. Gewoon. Moet je even nagaan dat als dit mensen zijn. Oprotten met je annihilator, man, dat verdien jij niet eens. Ga je maar gewoon lekker rondrennen. Dit zegt toch al genoeg. Echt.
echt, dat is gewoon ongelooflijk. Hoe beginnen hun 2015? Ah, ik weet het al. Dat, dit zijn van die Mongolen, die zijn een duim kwijtgeraakt omdat ze een rotje af hebben gestoken. Kunnen ze opeens niet meer rondrennen. Nou vriend, stop dan lekker met gamen als je een clown mist ofzo. Serieus man, echt waar. Daar kan ik me zo over opwinden. Campers, echt. Shut the fuck up. Wat doe je in je leven als je een spel koopt wat een combat spel is? Wat inhoudt dat je moet rennen om kills te kunnen maken? Ga je gewoon maar lekker met z'n tweeën in een hoekje zitten? Mensen op zitten wachten? Waar slaat dat op? Ik ben gewoon sprakeloos, boys. Oh, wat is dit dan? Oh, dan krijg je een weird right call. Ik ben er klaar mee. Ik heb mijn controller neergepleurd. Waar is de controller? Hier zo. Kut, ik ben mijn controller niet kwijt. Nou, die pak ik dadelijk wel op. Waarom moet ik zo rage, man? Ik ga hem dood ook. Kan ik bij mijn control freak? Voor mij kan ik er niet bij. Oh jawel, wacht. Ah. Kom op. Kutknoppie. Zo. Die moet ik wel hebben, anders kan ik niet spelen. Zo, hij zit erop. Het speelt eventjes wat beter. Als je dood gaat doe je trap maar beter van wel. Laat je het potje nou maar snel afmaken tegen deze bloedhonden. Jongens. I'm done. Bedankt voor het kijken naar deze video. Echt. Het is niet meer normaal. Het is niet meer normaal. Weet je wat we hier tegen doen? Dat doen we zo. Ja. Dag Call of Duty. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer jongens. Doei.